In de liga van het volleybal kan je stellen dat Puurs door een dalletje gaat. De afgelopen 3 competitiewedstrijden ging de ploeg evenveel keer onderuit. Een 7e plaats in de klassering is het gevolg. Gisteravond kwam met Waasland de nummer 6 op bezoek. Wilde Puurs in de running blijven voor de 5e of 6e plaats en het daaraan verbonden thuisvoordeel in de strijd om de resterende play-off tickets, was dus een overwinning meer dan welkom. In de derby schiet Waasland het best uit de startblokken. Het loopt al snel 6 punten uit. Puurs staat voor een inhaalrace. Van der Oegstraten plukt de bal van de vloer. Melis brengt de thuisploeg terug tot 7-10. Met een onverhoopt punt zorgt Melis nog even voor spanning. 16-17. Waasland laat de eerste set echter niet meer uit handen glippen. Joosen met een listig balletje. 20-25. De eerste set is voor de bezoekers. Onvervalste derbysfeer in set 2. Beide ploegen geven elkaar geen duimbreed toe, tot Klaarman de bal op de achterlijn pegelt. 19-16. Puurs trekt het laken naar zich toe en haalt de tweede set binnen met 25-20. Sven Sofie zet de bezoekers op het verkeerde been in de volgende set. 21-13. De Puurse motor draait op toerental. Mizeikis mag de set binnenhalen. 25-16. De Waaslanders hangen in de touwen. De ingevallen Jannik Klaarman neemt zijn ploeg op sleeptouw in set 4. Hem hebt de bal daar waar hij moet zijn. 18-16. Ook met zijn opslag was Klaarman een geesel voor de Waaslanders. Via Melis gaat set 4 naar Puurs met 25-21. De Waaslandwolf mag met de staart tussen de poten terug naar huis. Plaatsen 5 en 6, die zitten er nog altijd in, hè? Ja, dat we vandaag verloren, dan was die plaats 5-6 gedaan. Wat niet wil zeggen dat je dan automatisch uitgeschakeld bent voor de play-offs, maar het wordt toch een pak moeilijker. En nu hebben we de kans opengelaten om toch 5-6 en het thuisvoordeel in de barragewedstrijden.